Het is niet iedere dag dat we een burgemeester in huis hebben. Maar het is wel ontzettend leuk om te weten van, ja, wat neemt dat nu allemaal met zich mee? Wat brengt dat? Ook de weg er naartoe. Dus het komende uur kan het daarover hebben. Dacht ik zo. Leuk. Ja. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Ik zie trouwens ook de jeugd. Burgemeester Pauline, zie ik zitten. We treden regelmatig samen op, deze week nog. Leuk om hier te zijn. Dus ik zou zeggen, ik ben er klaar voor. Als zij er ook klaar voor zijn, dan gaan we starten. Uw jeugd, hè? De tijd waarin je bent opgegroeid. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uiteraard, ik kan daar iets over vertellen. Ik ben geboren in Helmond. Maar voor een echte Helmonder zijn ben ik niet een echte Helmonder, omdat ik geboren ben in het ziekenhuis. En daarna in Beekendonk, Waarbeek heet dat nu, ben ik opgegroeid. Dus dan ben je dat niet echt een echte. Dus was het een leraar uit Waarbeek? Ja, ik zie het al. Dus in Waarbeek opgegroeid, Beekendonk opgegroeid. In een gezin, vader, moeder en vier meiden. Oké, okay, vier meiden. Vier meiden. Dus uw baar had... die had ook geen haar meer, dus die had alleen heel veel gezond. En ik heb nog twee kinderen. Hij zei vroeger wel eens ooit, zeg maar, het is goed dat een tafel vier poten hebt. Ik zou liefst al mijn vier meiden even vastbinden aan die poten om ze een beetje in controle te houden. Okay. Dus ik ben ook een gewoon normale puber geweest die echt genoten heeft van het leven. Ja? Ja, absoluut. Van de maatschappijleerboek hier op school dacht ik altijd, oh, al de hoge rangen, weet ik veel waar, in het bestuur zijn vaak mannen. Maar toen kwam ze naar binnen gelopen, ja, en toen bleek het een vrouw te zijn. Dus dat was, Ja, ik heb hem natuurlijk weer mijn handschrift gegeven. Heel graag smaak iets open. Die voelde meteen een blijde uitstraling van. Dus dat was wel leuk. Heeft iemand inmiddels een vraag voor de burgemeester? Als u vakantie neemt, neemt dan uw taak over. En de eerste lokale burgemeester, die neemt dan mijn taak over. En dat is dat kan een dilemma zijn. Want stel dat ik op vakantie ben en er gebeurt iets in de stad. Wat echt heel ernstig is of heel indrukwekkend is, dan wordt er toch van mij verwacht, van de burgemeester verwacht, dat je terugkomt van vakantie. Beekendonk of Helmond? Helmond. Helmondia of Mulo? Mulo. Hotel of camping? Hotel. Tweede Kamer of burgemeester? Burgemeester. Julianalaan of Heistraat? Heistraat. Knip of Jan van Brabant? De knip. Mantelpak of huispak? Mantelpak. Spaghetti of nasi? Eindhoven's Dagblad of NRC? NRC. Dat mis je toch, hè? Expeditie Robinson of Boer zoekt vrouw? Ja, Boer zoekt vrouw. Bas Bouwer of Wil Kleine? Ja. Dit is het moeilijkste van allemaal. VVD of GroenLinks? Een joker. Had ik maar gewacht voor het laatste. Maar ik heb er twee, hè? Nee. Oh, ik heb maar één joker. Maar ik mag er maar op terugkomen. Ja, nee, ik mag er maar op terugkomen. Wiet legaliseren of gedogen? Wiet legaliseren. Wat kunt u als burgemeester doen om het college of de gemeenteraad de integriteit van de gemeente Helmond te bevorderen? De burgemeester werkt aan de hand van de gemeentewet. De gemeentewet, de wet zegt waar ik verantwoordelijk voor ben en wat ik moet doen. En in de wet, in de gemeentewet staat dat ik de integriteit van de politiek, dus en de gemeenteraad en het ambtelijke organisatie en het college moet bevorderen. Dus ik agendeer, ik bespreek. De wereld is niet zwart-wit, hè. Soms is het ook een beetje grijs, is het goed, is het slecht. Maar erover praten, het inrichten, hè, dat je er verantwoordelijk mee omgaat. Ik zeg altijd de begroting van de gemeente. Weet je wat een begroting van de gemeente is? Hoeveel geld er in de gemeente Helmond omgaat? Dat is bijna een 500 miljoen
per jaar dat wij aan publieksgeld hebben, waarin we moeten zorgen met het publieksgeld dat we zorgen dat onze inwoners goed bediend worden, dat ze voldoende zorg krijgen, dat er mooie scholen komen, et cetera, et cetera. En dat de toekomst van onze stad geborgd is. En we moeten echt met dat publieksgeld omgaan alsof het ons eigen portemonnee is, voor een zuinigheid, voor alles. En dat continu met elkaar bespreken. Hoe ga je ermee om? Wat zijn de belangen? De belangen afwegen. Dat is toch een dialoog die ik zowel in de gemeenteraad als in de ambtelijke organisatie als in het college iedere dag voer. Ik ben nu net begonnen eigenlijk aan uw tweede termijn. Wat wenst u de stad over 20 jaar? Nou, over 20 jaar? Ik wens gewoon een stad die veilig is, waar het heel fijn leven is. En dan zou je willen zeggen dat het een dooddoener, maar dat is enorm belangrijk. En dat de stad zo ingericht is, waar een plek is voor iedereen en waar iedereen samen kan leven, waarin het fijn is om te wonen, werken en te recreëren. Ik denk dat de stad economisch het goed draait, dat de werkeloosheid laag is, dat mensen gewoon voldoende mogelijkheden hebben om zichzelf verder te ontwikkelen. Dus ik denk gewoon eigenlijk een stad waarin heel fijn wonen, leven en werken is. Okay. En we sluiten de commissie altijd af met een boodschap voor onze leerlingen. Heeft u nog een boodschap voor onze leerlingen? Nou, het belangrijkste is, ik vind het enorm goed dat we hier vanochtend met elkaar zijn, maar ga in ieder geval in de samenleving niet alleen consumeren, maar ook echt participeren. Doe mee, doe het debat mee, maar ga vooral niet langs de zijkant staan wat niet goed is, maar doe mee om, om de samenleving te maken zoals jij vindt dat die eruit zou moeten zien. Kijk, nou, ik denk dat we daar in ieder geval al een heel mooi begin mee hebben gemaakt.